Thank God for the book. Welkom iedereen bij het publiek verdeling. Waarin ik nu ga introduceren tot de onderwereld van Q-Manager, software waarmee we kwantummechanische berekeningen kunnen automatiseren. En hiermee gaan we een grote dataset opstellen die we kunnen doorzoeken om bestaand materiaal te verbeteren of zelfs om nieuw materiaal te vinden. Nu, voor we induiken, wil ik jullie eerst laten nadenken over wat materiaal nu eigenlijk zijn. Jullie zien hier enkele klassieke voorbeeldjes, waaronder materialen zoals hout, metaal, zoals ijzer en steen. Dingen die we al honderden en zelfs duizenden jaren gebruiken om allerlei nuttige voorwerpen in ons leven te produceren. Nu, jullie kunnen gerust voorstellen hoe we met deze materialen voor de tafels voor jullie zouden kunnen maken. Wat moeilijker is om voor te stellen hoe je bijvoorbeeld van een levensblok los silicium een smartphone maakt. En dat komt natuurlijk omdat we tegenwoordig meer en meer gebruik maken van de atomaire details van de materie, die we naar binnen onze hand gaan zetten. En dit biedt ons nieuwe mogelijkheden, vele mogelijkheden, die we niet allemaal experimenteel kunnen bekijken. En daarom gaan we nu massa simulaties doen, die we dan kunnen bekijken om nieuwe inzichten te vinden. En die doen we met Q-Manager. Goed, waar ga ik het nu vandaag over hebben? Eerst ga ik jullie introduceren tot het computationeel materiaal onderwerp. Wat voor materialen gaan we bekijken, hoe zijn ze opgebouwd, hoe modelleren ze en hoe kan Q-Manager ons hierbij helpen? En dan gaan we het in drie voorbeeldjes bekijken. Eerst nanokristallen, kleine kristalletjes die interessante eigenschappen hebben. Dan elektronische materialen, silicium en germanium. En uiteindelijk gaan we zoeken naar nieuwe kwaternaire materialen. Goed. Nu, de materialen die wij gaan bekijken zijn kristallen. Nu, je ziet hier het typische voorbeeld, kwarts, het tweede meest voorkomende mineraal op aarde. Nu, wat maakt het een kristal? Dat is de hoge symmetrie. We zien dat het hier eigenlijk zes bijna gelijke zijvlakken heeft. En dat komt omdat de atomen in een regelmatig rooster zijn gestapeld, uiteindelijk dezelfde symmetrie vertoont. Dit rooster zien jullie hier, waarbij de basisbouwblok eigenlijk deze piramide is: een siliciumatoom met vier zuurstofatomen rond, een tetraeder. En het kristal is eigenlijk opgebouwd door deze tetraeders afwisselend op en neer te stapelen. En dit patroon voert zich door tot aan het einde van het kristal. Nu, als jullie hier goed op kijken, zie je direct deze zesvoudige symmetrie, namelijk de tetraeder bevindt zich op elk van deze zes hoekpunten. De symmetrie is zelfs nog ietsje hoger. We hebben enkel dit kleine stuk van het kristal nodig om heel het kristal te beschrijven, door het in alle richtingen te herhalen. En hier gaan we uitvoerig gebruik van maken tijdens onze simulaties, waar we nu maar enkele atomen voor gaan beschrijven om eigenschappen te bekomen van heel het kristal. Goed. Nu, wat ik jullie zojuist heb laten zien, is natuurlijk een ideaal kristal. In het echt zijn dingen meestal niet ideaal. En de defecten gaan ook dikwijls de interessante eigenschappen van het materiaal bepalen. En jullie zien hier twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld, rookkwarts. Daar is een siliciumatoom hier losgeslagen, waardoor er een lege roosterplaats overblijft. Hier krijgen we vacature. En het eigenlijke siliciumatoom zit dan ergens anders in het kristal. Een ander defect komt voor bij amethyst, waarbij een siliciumatoom eigenlijk vervangen wordt door een ijzeratoom. In beide gevallen is het misschien maar 1 op 40 miljoen atoom, maar dat is toch genoeg om de kleur van het kristal volledig te veranderen. Dus dit toont duidelijk aan dat de atomaire details van de materie zeer belangrijk zijn. Nu, om te begrijpen hoe deze atomaire details werken, moeten we natuurlijk eerst weten wat een atoom is. Hier zien jullie een zeer oud en zeer fout model van een atoom, maar het geeft ons toch enkele belangrijke inzichten. Namelijk dat het is opgebouwd uit een positieve kern met daarin positieve deeltjes, protonen, waar rond negatieve deeltjes elektronen zweven in een gelijk aantal, samen een neutrale geheel vormen. En hoe meer elektronen in het systeem zitten, hoe meer banen zullen opgevoerd worden en zo zullen we andere elementen krijgen. Nu, in de realiteit zitten deze elektronen eigenlijk in complexere dingen, orbitalen, die een complexere vorm krijgen naarmate we een grotere atoom krijgen. En die zijn oplossing van de zogenaamde Schrödinger-vergelijking, waarop de kwantummechanica steunt. Nu, de Schrödinger-vergelijking is een vrij complex beest, vooral door de Hamiltoniaan hier, die alle interacties binnen het systeem in het kristal bevat. Hoe elke kern elke andere kern voelt, maar ook elke kern elke elektron en elk elektron elk andere elektron. En in één atoom zitten misschien al 50 elektronen, en in een kristal kunnen er dus duizenden zijn die we moeten beschrijven. En dit is niet zo evident. Maar als we het kunnen oplossen, dan krijgen we een beloning. We krijgen de hoogfunctie, die eigenlijk alle informatie over ons kristal gaat bevatten, en de energie,
die het laagst gaat zijn als het kristallen zijn stabielste vormpjes. Dus zo kunnen we verschillende kristallen vergelijken om de stabielste kristal te vinden. Nu, wij gaan een methode gebruiken van dichtheidsfunctionaaltheorie, die eigenlijk niet gebruik maakt van de hoofdfunctie, maar van de zogenaamde ladingsdichtheid. Je zegt gewoon, van een bepaald punt in de ruimte zijn er hier gemiddeld zoveel elektronen. Die kunnen we dan in objectgenaamde functionaal duwen en die gaat ons de energie geven. Het enige probleem is dat we de exacte uitwerking van deze functionaal niet kennen en dat we dus een bepaalde benadering moeten doorvoeren. Sommige zijn accurater, maar gaan ook meer rekentijd kosten. En rekentijd is het volgende belangrijke punt. We gaan dus moeten kiezen wat voor soort berekeningen we uitvoeren. Ofwel gaan we zeer gedetailleerde berekeningen uitvoeren, waar we complexe eigenschappen kunnen bekijken voor accuraatheid, maar dan gaan we maar een paar gevallen kunnen bekijken. Het alternatief dat wij gaan uitvoeren zijn zogenaamde high-throughput berekeningen, waar we heel veel berekeningen van simpele eigenschappen gaan uitvoeren om zo een globaal beeld te komen. Stel bijvoorbeeld voor, we zoeken een blauw kwartskristal, dat dus kan afhangen van defecten. We kijken maar een paar gevallen, hebben we misschien wel de exacte kleur van het kristal, maar hebben geen garantie dat er een blauw kristal gaat tussen zitten. Bekijken we heel veel kristallen, is de kans veel groter. We zullen misschien de exacte kleur daar niet weten, maar toch gaan we al een schatting van de kleur hebben en kunnen we een paar interessante gevallen uitkiezen om dan gedetailleerd te bekijken. Maar in alle gevallen dus gaan we heel veel rekentijd consumeren. Zouden we dit machine gebruiken, zouden de berekening in dit werk 1200 jaar duren. Neem ik daar nog berekening van deze studenten bij, die hier ook aan hebben bijgedragen, zit ik 140 jaar extra. En zoveel tijd hebben we dus niet. Dus we hebben nood aan supercomputers. Supercomputers zijn eigenlijk netwerken van honderden van deze computers, waarover dus onze berekeningen gaan moeten verdelen. En dit vormt eigenlijk een nieuw probleem, een logistiek probleem. En dit brengt ons tot Q-Manager. Jullie zien hier vijf icoontjes die de lokale clusters aan de UGent voorstellen. Een cluster zijn een groep van computers binnen een supercomputer. En natuurlijk worden die dingen door veel mensen gebruikt. Dus we hebben op elke cluster hebben een wachtrij. En we gaan dus onze berekeningen ergens bij moeten duwen. In dit geval is het gemakkelijk, omdat er duidelijk één cluster leeg is. Dus we steken onze berekeningen daar en ze zullen weer beginnen lopen. Meestal natuurlijk is dit niet het geval. We gaan, alles gaat volstaan en we gaan één cluster moeten kiezen. Er is maar één kans op vijf dat we de snelste cluster gaan kiezen. En in dit geval kies natuurlijk fout. Het is de andere cluster die sneller staat. Met Q-Manager voegen we eigenlijk een laag toe. We steken onze berekeningen in een databank. En vanuit de databank gaan we dan eigenlijk 9 berekeningen naar elke cluster sturen. Pas als er effectief een berekening start, zal deze informatie vragen aan de databank. En we weten welke berekeningen eigenlijk uitgevoerd moeten worden. Wanneer de berekening gedaan is, zal het resultaat terugsturen naar de databank, waar ze later gemakkelijk kunnen verwerkt worden, zonder die bestanden rond te kijken. En als er iets fout gaat, gaat dit ook geregistreerd worden in de databank, waar Q-Manager zelf dit probleem zal proberen op te lossen, zonder menselijke interactie. En natuurlijk, als de berekening klaar is, zal er, als er nog berekeningen wachten, een nieuwe berekening gesubmit worden, waar ze veel makkelijker zal starten. Goed. Nu, binnen Q-Manager zijn er verschillende wachtrijen waarin materialen zitten. En typisch kunnen we op elk van deze materialen dezelfde soort berekeningen afvoeren. Een soort van stappenplan. Zo willen we misschien eerst het volume van het kristal bepalen, dan de atomen in het kristal herschikken. En dan misschien wel eens een accurate energieberekening uitvoeren. En dit wordt gedaan via workflows. Deze worden op elk materiaal binnen een wachtrij volledig consistent uitgevoerd. En eenzelfde systeem bestaat eigenlijk voor de probleemoplossing, waar ook een specifiek stappenplan voor elk uniek probleem wordt gebruikt. Goed. En al deze dingen kunnen we dan opvolgen op een website of via een app, waar we dus allereerst de verschillende wachtrijen zien, een overzicht van de workflow, waar bepaalde stappen in de workflow mee verborgen kunnen worden, een overzichtje van de wachtende berekeningen, die dan live geüpdate kunnen worden, wanneer de berekeningen starten, de starttijd kunnen bekijken, de cluster waarop is uitgevoerd en uiteindelijk een overzichtje van de resultaten en de eindtijd. Dus dit brengt ons aan het einde van het gedeelte Q-Manager. En we gaan direct enkele toepassingen bekijken. Zoals ik al zei, gaan we 3 toepassingen bekijken.
Wenn wir chemische Zupassung, weil wir oftmals die Chemie von neuen Kristallen haben gerne. Wenn wir hausfreie Physiker zupassen, weil wir Defektatome menschlich in der Meinung haben, anbringen. Und als Maßnahmen haben wir so ein lieber quaternäres Material. Erste Zupassung ist nur der Nanokristall gerne. Okay, was sind Nanokristalle? Das sind heel kleine Kristalle, ungefähr 10 nm groß, dus 1/10.000ste van een haar. En die worden gemaakt in een oplossing, waar ze onderin zijn met een zogenaamde ligandenschil. Een ligand is een molecuul, zoals jullie hier zien, die is met een lange koolstofstaart. En die zal ervoor zorgen dat wanneer twee nanokristallen elkaar naderen, de staarten zich gaan verstrengelen en eigenlijk de nanokristallen afstoten, zodat ze niet meer kunnen samensmelten. Ze bedekken ook heel het oppervlak, dus gaan sterk de groei beïnvloeden. En de groei is natuurlijk zeer belangrijk, want deze nanokristallen kunnen licht uitstralen. En de kleur van het licht hangt eigenlijk af van de grootte van het nanokristal. Terwijl het typisch eigenlijk een materiaal eigenschap is. Dat is zeer gegeven gemaakt voor allerlei optische toepassingen. Nu, het is dus belangrijk dat we weten wat er allemaal gebeurt op het oppervlak. En dat gaan wij nu eens bekijken. We zien hier een cadmiumceramide oppervlak, dus één facet van zo'n nanokristal. De rode atomen zijn cadmium, de groene selenium. En deze gaan een ionische verbinding vormen door twee elektronen van cadmium over te dragen naar selenium en aan zich aantrekken. Experimenteel is ook gezien dat er extra metaalatoom, cadmiumatoom, op het oppervlak kunnen zitten, deze roze atoom. En dit gebeurt wanneer de liganden ook geladen kunnen zijn. En dit heeft geleid tot de zogenaamde oxidatie, dat is zonde-eel, die eigenlijk zegt dat hebben we extra metaal op het oppervlak, hier cadmium 2+, dan gaat het aantal liganden dat daarmee bindt mooi overeenkomen met de lading daarop. Dus hier 2-1 liganden, 1+2 metaalatoom. Hebben we neutrale liganden, dan gaat die niet voorkomen en gebeurt de ladingscompensatie gewoon tussen cadmium en selenium op het oppervlak. Dit is allemaal zeer logisch, maar in de realiteit zijn misschien niet al die bindingen mooi ionisch. Er gaat geen perfecte ladingsoverdracht zijn. En het ligand kan eigenlijk ook op het oppervlak zelf of hier zo ergens tussen gaan binden en we dus geen garantie dat dit allemaal mooi gevolgd gaat worden. En dus gaan we nu eens verschillende materialen en liganden bekijken die we volledig gaan doorsimuleren. En hiervoor gaan we de additie-energie simuleren. Wat is de additie-energie? Dat zal ik even uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel, we hebben één extra cadmiumatoom op ons nanokristal. En aan de andere kant hebben we een reservoir aan liganden, chloormoleculen. Het zijn twee chlooratomen die aan elkaar zijn gebonden. We nemen één van zo'n chloormoleculen uit het reservoir en breken het in twee, waarvan één chlooratoom eigenlijk een ligand zal zijn. We plaatsen dit op het cadmiumatoom. En als de energie die gewonnen wordt door de nieuwe binding te maken, beter is dan de energie die gekost heeft om die binding te breken in de chloormoleculen, dan zal het atoom op het oppervlak blijven hangen. We hebben een negatieve additie-energie. En dit kunnen we herhalen, dat we uiteindelijk een positieve additie-energie zullen hebben, waardoor het chlooratoom eigenlijk hier in het reservoir zal blijven. En dit betekent dan dat de vorige stap, hier waarbij er twee chloratomen op één cadmiumatoom zitten, de effectieve ratio van liganden tegenover metaalatomen bepaalt. En dit gaan we nu bekijken voor dus verschillende materialen en verschillende lichamen. De materialen die we bekeken zijn cadmiumcyanide, zinkcyanide en indiumfosfide. De metalen, cadmium en zink, hebben normaal gezien een +2 lading. Maar zinkcyanide had een iets andere kristalstructuur dan cadmiumcyanide. Indiumfosfide heeft dezelfde kristalstructuur als zinkcyanide, maar indium heeft een 3+ lading. Normaal gezien dus we verwachten meer liganden in de buurt van indium. En we gaan verschillende liganden bekijken. De galcogenen, een familie van -2 liganden, en de halogenen, een familie van -1 liganden. In elk geval zullen de bovenste atomen, zuurstof en fluor, kleiner zijn en sterker elektronen naar zich toe kunnen trekken, terwijl de onderste, telluur en jood, groter zal zijn, maar minder goed elektronen naar zich toe kunnen trekken en minder goed op het zullen oxideren. En om al deze dingen door te scannen, moeten we ongeveer 2000 berekeningen uitvoeren. De resultaten zien er zo uit. Dus wat zien we hier? We zien drie curves en elke curve stelt een additiestap voor. Dus het eerste lichaam dat we toevoegen, het tweede lichaam en het derde. De groene curve stelt de verhouding voor die we verwachten van de zonne-eeuw. Dus waarbij er perfecte ladingscompensaties. De blauwe curves stellen situaties voor waar we minder lichamen aan verwachten op het oppervlak, de rode curves meer. Als alles dus zich gedraagt, dan zullen de rode curves een positieve energie hebben en alle andere een negatieve energie. En we zien hier dat dit het geval is voor zwavel, selen en telluur, maar dat dit niet het geval is bijvoorbeeld voor zuurstof, waar we toch een kleine additie energie hebben, dus meer zuurstof op het oppervlak.
En dit komt omdat zuurstof klein genoeg is om het oppervlak binnen te dringen en daarom de seleniumatomen atomen te oxideren. En zo krijgen we meer zuurstof op het oppervlak. Laten we nu eens zien wat de andere lichamen doen. We zien eigenlijk dat vrij veel lichamen zich dragen, dus zonder even volgen, maar dan toch op elk materiaal veel uitzonderingen krijgen. Zuurstof en fluor vooral, die beide sterk oxiderend zijn. We zien nog een extra uitzondering, namelijk op iliumfosfide, dat een iets covalenter materiaal is, dus minder ionisch. We meer uitzondering krijgen op verzwaarde selenium-telluur. Maar dit komt eigenlijk door de geometrie van het kristal. Dat zien we hier. Dus eigenlijk zouden we voor elke 2 iliumatomen een 3 plus 3 2 min lichaam willen hebben. Maar het kristal is kubisch, dus het zijn patronen van 2 of 4. Waardoor de bindingen die gevormd worden eigenlijk niet optimaal zijn. En er meer lichamen op het oppervlak eindigen met een lagere bindingsenergie. Goed, dus wat we nu hebben gezien is dat door deze high-throughput berekeningen zien we zowel de trends als de uitzonderingen hierop. En kunnen we al begrijpen waar ze van komen. En nog eens hoe dit naar andere materialen gaat aanbreiden. Nu gaan we dus naar onze tweede toepassing kijken. Namelijk de effecten in silicium en germanium. Dus silicium is ons typisch elektronica materiaal. Jullie zien hier één siliciumkristal, of zelfs verschillende siliciumkristallen. En deze worden in plakjes gesneden, genaamd wafers, opgepolijst. En dan met ets- en depositietechnieken worden hier circuitsen aangebracht en uiteindelijk worden ze in stukjes gesneden om chips te maken. Nu, germanium is eigenlijk de voorganger van silicium en zou ook wel eens interessant kunnen zijn als hoge snelheids elektronica materiaal. Maar omdat we zoveel moeite hebben gestoken in siliciumonderzoek, hebben we hier veel minder inzicht. Nu, met onze moderne computers kunnen we zowel silicium als germanium uitvoerig bekijken. En dat gaan we dus doen met de satelliet. Nu, waarom kunnen we silicium en germanium vergelijken? Dat is omdat we dezelfde kristalstructuur hebben, de diamantstructuur. Dus diamant is een onstabiele vorm van koolstof. En koolstof, silicium en germanium staan onder elkaar in de periodieke tabel en gedragen zich ongeveer hetzelfde. In de diamantstructuur hebben we weer tetraeders, dus elk atoom is omringd door 4 andere atomen. Maar het is natuurlijk hier enkele atomen, terwijl het in de kwarts 2 soorten atomen waren. En dit motief breidt zich weer uit in alle richtingen. Goed, wij gaan nu eens kijken naar defect atomen. Dus we gaan andere elementen bij in het kristal steken. Ik ga niet in detail ingaan op de exacte posities, maar we hebben dus 3 families. Eerst interstitiële posities. Een interstitiële positie betekent gewoon dat een atoom erbij gestoken in het kristal zonder het eigenlijk zelf te wijzigen. De tweede familie zijn enkele vacature posities. We hebben 1 silicium of germanium atoom weggenomen en een ander erbij gestoken. En de laatste familie zijn 2 vacature posities. We hebben dus 2 atomen hebben weggenomen en er 1 teruggestoken. Onthoud, interstitiële zijn in groen, enkele vacatures rood, oranje en geel. En dubbele vacatures zijn blauw. En we gaan dit dus voor verschillende elementen bekijken. Hier eigenlijk alle interessante elementen te raden. En nog enkele lanthanide elementen, wat totaal ongeveer 4000 berekeningen geeft. Goed. En nu zullen we eens kijken naar het resultaat. We zien hier het experimentele resultaat, waar ongeveer 50 jaar is over gedaan. Wat zijn nu de belangrijkste elementen hier? Allereerst silicium en germanium gedragen zich in deze regio's vrij gelijkaardig, substitutioneel interstitieel. Maar hier is een belangrijk verschil in de transitiemetalen, namelijk dat silicium raakt interstitieel te prefereren, terwijl in germanium hier toch substitutionele posities krijgen. Als we nu de DFT-resultaten bekijken, dan zien we dat dit eigenlijk reproduceerbaar is allereerst, maar het is zich ook aanbreidt. Dus in de transitiemetalen zijn eigenlijk alle elementen hier substitutioneel, terwijl hier de bovendriehoek interstitieel is. We zien ook bijvoorbeeld, als we hier aan de linkerkant kijken, we gaan naar beneden in de periodieke tabel, de atomen worden groter. En daardoor worden de vacatureposities beter, aangezien er een soort van druk in het kristal komt, dat we kunnen wegnemen door een atoom weg te pakken. En dit zien we ook in germanium, maar hier zijn het 2 vacatureposities. Dus het impliceert een gelijkaardig mechanisme, maar toch een iets wat andere gedrag. Nu, we hebben dit ook nog eens overgedaan met een veel zwaardere methode, genaamd HSE. Het kost ongeveer 100 keer meer rekentijd. En we zien dus eigenlijk dat de
grote trends eigenlijk hetzelfde zijn. Maar er zijn wel een paar verschillen, namelijk dat sommige twee vacatureposities één vacatureposities zijn geworden en sommige één vacatureposities zijn interstitiële posities geworden. Hier bijvoorbeeld. En nog spijtig genoeg hier, wat nu verschilt van het experiment. Dit kan een accuraatheidsprobleem zijn, aangezien natuurlijk deze zware berekeningen niet op dezelfde precisie kunnen uitvoeren. Er zou fysica kunnen ontbreken of het zou ook kunnen liggen aan beperkte germanen data. Maar in ieder geval, in deze regio is er eigenlijk maar een klein energieverschil tussen deze posities. En de trends zijn grotendeel hetzelfde. En dit impliceert eigenlijk dat als we zo'n grote studies uitvoeren, we toch beter de simpeler methode eerst gebruiken. Maar als er zo'n verdachte posities zijn, waar er maar een klein beetje energieverschil is, dat we toch de zwaardere methodes moeten bekijken. En dit is natuurlijk een belangrijk inzicht wanneer we zo'n studies uitvoeren. Goed. En nu komen we aan onze laatste toepassing. We gaan hier dus eens kijken naar nieuwe materialen. En de vraag is eigenlijk, hoeveel materialen kunnen we ontdekken? En dat kunnen we gemakkelijk afschatten door te zeggen, we hebben ongeveer 90 elementen. Dat kunnen we combinaties, alle combinaties van 1 element, 2 elementen, 3 elementen, enzovoort. Naar complexere materialen, dan krijgen we eigenlijk deze curve. Dus hier is het aantal elementen van elke, aantal materialen voor elke combinatie van elementen. En die heeft een maximum bij ongeveer 45 elementen. Van ongeveer 10 tot de 20ste materialen. En dit zou impliceren dat eigenlijk heel de wereld is opgebouwd uit materialen met 45 elementen. Ik heb zo'n ding nog nooit gezien en dat komt eigenlijk omdat elke keer als we van een simpeler materiaal een complexer materiaal proberen te maken door een atoom toe te voegen, we betere bindingen moeten maken dan al bestaan in al deze simpelere materialen. Anders gaat het energie kosten en gaat het gunstiger zijn om gewoon te gaan denken van een of andere combinatie van simpele materialen. En het aantal van deze manieren om naar denken van dat zien we hier in de rode curve. En die stijgt gigantisch snel. En nu in de realiteit zitten we hier nog maar helemaal in het begin van die curve en weten we dus eigenlijk niet hoe ver naar rechts we kunnen gaan. En nu gaan we eens een familie van quaternaire materialen bekijken om te zien hoeveel materialen hier nog bestaan. Dus het kwaternair materiaal dat we hier bekijken is cesium-fosforcyanide. En wat is hier speciaal? Er bestaan 5 andere kristallen in dezelfde kristalstructuur. En voor kwaternair materiaal is dat al vrij speciaal, aangezien dat 50% ervan eigenlijk een unieke kristalstructuur heeft. En uiteraard zijn deze kristallen nog nauwelijks gestudeerd. En hoe gaan we nieuwe materialen uitvinden? Gewoon eigenlijk door bruggensubstitutie. Dus we gaan het cesiumatoom met gelijkaardige atomen uit het S-blok vervangen, lood en fosfor door andere elementen uit dit gedeelte van het E-blok en selenium door de chalcogenen. Dit geeft ons ongeveer 4000 mogelijkheden, dat we gaan verder doen met 3000 die geen polonium bevatten, omdat polonium vrij giftig is en experimenteel niet echt relevant. En voor deze hele set door te rekenen hebben we ongeveer 50.000 berekeningen nodig. Goed, de resultaten zijn dit. Dus we laten we vervangen de atomen, we laten ze herschikken en dan kunnen we een andere kristalstructuur krijgen. En we zien eigenlijk dat we 3 verschillende kristalstructuren krijgen, de originele en deze 2. En elk van deze kristalstructuren komt overeen met een specifieke combinatie van elementen die jullie hier zien. Dus hier zijn het combinaties van groep 1, groep 4 en groep 5, hier groep 1, 3 en 4 en hier groep 2, groep 3 en groep 5. Dat eigenlijk impliceert dat hier ook de telregels in het spel zijn, zoals we eerder hebben gezien bij de nanokristallen. Nu, al deze materialen die we hier zien zijn eigenlijk isolatoren. Maar er waren ook een paar uitzonderingen, andere combinaties van elementen, die ook voorkwamen in deze kristalstructuur. En dit waren typisch geleiders, maar geleiders die maar langs één richting geleiden. Wat redelijk isotisch is. Nu, ik heb eigenlijk de belangrijkste vraag nog niet beantwoord, en dat zijn hoeveel materialen hebben we nu eigenlijk gevonden? En hier staat, hier hebben we dus 58 totaal materialen, hier 26 en hier 5, waarbij de 6 experimenteel gekende bij in deze familie zitten. Dit zijn dus 90 totaal, terwijl er maar 6 eerder gekend waren, zijn er dus 16 keer meer. En dit laat er met pure substitutie eigenlijk bruggenkracht. En dit impliceert natuurlijk nog veel nieuwe materialen te vinden zijn. Nu, hoe kunnen we zo'n materiaal zoekt versnellen. Dat kan eigenlijk door gebruik te maken van de computerleertechniek. Dus we hebben hier duidelijk systematiek, we hebben telregels
En eigenlijk kunnen we die ontdekken tijdens de berekeningen en zo de prioriteiten in View Manager aanpassen. En met een simpel model is getest en het geeft ongeveer een tijdswinst van een factor 2. Dus bij 40% van de berekeningen zien we hier eigenlijk dat we al 90% van de stabiele materialen hebben gevonden. En aangezien onze rekentijd in eeuwen meten, is dit eigenlijk vrij significant. En uiteraard, als dit naar een simpel model is, zou je het waarschijnlijk nog veel meer kunnen versnellen met complexere modellen. En hier komen we aan het einde. Dus ik hoop dat duidelijk is dat met kwantummechanische berekeningen we veel inzicht in materiaal kunnen verwerven. Dat Q-manager ons kan helpen met deze grote datasets te genereren. En dat we in deze grote datasets allerlei interessante trends, maar ook interessante specifieke gevallen kunnen vinden. En de software is natuurlijk beschikbaar voor iedereen. Dus of we iemand Q-manager willen gebruiken, zijn jullie wel. Dit is dus het einde van mijn presentatie. Ik wil nog aan mensen bedanken. Mijn promotoren, mijn vakgroep, zonder wie ik deze berekeningen niet zou kunnen uitvoeren. Waaronder ook mijn thesisstudenten, experimentele groepen, vooral Kim de Nol van de PCN-groep en Jan van Helmond van de WISC-groep, die ons op het rechte pad houden, uiteraard, onze theorie. En natuurlijk de mensen die mij hebben betaald en die de supercomputers in gang houden, beide waaronder zonder geen berekeningen zou kunnen uitvoeren. Dankjewel. En nu gaan we overschakelen naar het Engels, waarschijnlijk om de vragen te stellen. Zo.